zijn hier in een schitterend pand en de opening zit erop. Pak van je hart. Zeker weten dat het pak van mijn hart is. Het was wel even stressen de laatste dagen, maar het is gewoon gelukt. Dus we zijn er gewoon klaar voor nu om open te gaan. We hebben er iets meer dan een jaar over gedaan. We zijn in januari 2023 gestart. En nu is het maart 2024, dus nu kunnen we eindelijk open. Het is een lang traject geweest met best wel wat hobbels. Maar uiteindelijk zijn we nu tevreden dat het er is en dat we open kunnen. Ja, we zijn nu gewoon een compleet tuincentrum en we zijn wel heel blij om dat we ook in het weekend vertier kunnen brengen met de horeca. De afdelingen zijn natuurlijk gewoon best gewoon uitgebreid. Klimaat speelt een grote rol, zoals je net hoorde. Hebben natuurlijk buiten, maar ook binnen hebben we voor het binnenklimaat hebben we ook gewoon onze kamerplantenafdeling is een heel stuk vergroot en veel ruimer qua keuze. Dus wat dat betreft is er gewoon veel meer beleving gekomen. Om ook gewoon een gezellig dagje uit te hebben. En tuurlijk, straks richting het najaar gaan we weer gewoon richting de kerst. Maar eerst lekker voorjaar, lekker buiten genieten en lekker van de tuin genieten. Wat dan ook weer bijdraagt aan de gemeente. Ja, voor je staat een hele trotse burgemeester. Het is echt een verrijking voor Hulst als winkelstad, maar ook voor de regio om ons heen. En het is een hele mooie wisselwerking met Intratuin, dus wat dat betreft inderdaad heel trots. Ja, ze hebben ook een heel mooi project waar ze geld voor gedoneerd kon worden, hè? Ja, ze hebben in plaats van bloemen, ja, want wie geeft een tuincentrum bloemen, gevraagd om een donatie voor het vergroenen van schoolpleinen. Dat is ook een heel mooi gebaar. Het helpt aan de ene kant voor het klimaat, maar ook voor de kinderen dat ze lekker buiten kunnen spelen. Ja, en als je dat dan doet voor de opening van je pand, dan snijdt het mes echt aan twee kanten. Nu echt iets voor een dagje uit ook. Er zit natuurlijk een hele mooie horeca in. Echt groot ook. Dus wat dat betreft, voor mij kan je hier straks prima lunchen en lekker daarna naar het tuincentrum of andersom. Dus wat dat betreft, een aanwinst. Okay.